bij een nieuwe praatvideo op mijn kanaal. Deze praatvideo om het misschien wat uitleg aan jullie verschuldigd bent over mijn pretpark vlogvideo's. Want velen zeggen van, je video's zijn te lang, maak ze in delen. Maar het zijn wel toffe video's voor deze reacties. Het zijn toffe reacties en zelfs wat lang duurt, maar dat komt omdat ik nu mijn ding ingevonden heb in pretpark vloggen. Hoe ik het kan aanpakken en hoe ik de vlogs leuker kan maken voor jullie. Inderdaad, ze duren wel lang, de prepa vlogs geef ik toe. Maar ik ben ook bang dat wanneer ik ze in delen zal uploaden, op een duur wel saai zal zijn om naartoe te kijken. En trouwens, als je ook naar de meerdere pretpark YouTube kanalen gaat, zie je ook dat ze wanneer ze een pretpark bezocht hebben, dat meestal in één deel online komt. Tezij, zoals gebeurt bij mij ook, dat ik pretpark in meerdere dagen doe, zoals Europa Park en Efteling in meerdere dagen, dat wel dan in verschillende delen online komt. Maar als je bijvoorbeeld één dag naar het pretpark gaat, hij vlogt daar meestal in één deel en dan duren de video's in dat wel langer. Om, je maakt wat shots daar, je maakt de on-rides daar. Dus in de on-rides komt dan ook in je video terecht. Ja, de on-rides duren wel iets dadelijk. Of te zijn een dark ride, dan kan de on-rides duren wel wat langer gaan duren. Dus dat duren on-rides dus wat langer, maar meestal van een attractie of een achtbaan. Meestal van een achtbaan of van een andere soort attractie. Dat duurt ze meestal niet zo lang. Ik hoop misschien een iets kortere video, maar ik hoop al sinds dat je dit begrijpt. Dat nu mijn ding in de pretpark vlogs gevonden heb. En manieren waarop ik nu dit aanpak. En dat de vlogs in dat wat langer duurt. Sorry hiervoor. Dus jullie weten dus nu, als ik voor één dag naar de pretpark ga, dat de vlog in één deel online komt. En dat waarschijnlijk wat langer duurt dan normaal. Dan in plaats van delen online komt. En wanneer ik voor verschillende dagen ga, dat het in verschillende delen online komt. Dus ik hoop dat jullie dit begrijpen en jullie het ook dit aanvaarden. Vond je dit al sinds een leuke video? Geef dan zeker dat duimpje omhoog. Vergeet niet om te gaan abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ook het belletje ook naast de abonneerknop, zodat ik een melding krijg wanneer ik iets online plaats. En deel de video met zoveel mogelijk vrienden. Ik zie je terug in de volgende video!